De beweging Stree onder leiding van Maisha Neus heeft vandaag een communicatiedag gehouden. Recentelijk hebben zij de stukken ingediend voor de oprichting van een politieke partij. Dit proces duurt 4 maanden en daarom hebben de oprichters van Stree besloten om deze communicatiedag te houden. Het voorlopige bestuur bestaat uit Maisha Neus als voorzitter, Gushan Alibux ondervoorzitter, Samuel Yabini secretaris, Priscilla Douza, penningmeester en Kwang Ying-chong, commissaris. De kernwaarden van Stree zijn transparantie, recht en wet, economische ontwikkeling en integriteit. Neus zegt dat de communicatiedag als doel had nader kennis te maken met de beweging die ervoor gaat om de vicieuze cirkel van opbouw en afbraak en luchtkastelen te doorbreken. En iedere Surinamer heeft recht op een waardig bestaan. Gelijke kansen en mogelijkheden op basis van eigen inzet en competentie. Stree is opgericht door een groep jonge, onbevlekte, dynamische en zeer gemotiveerde strijders die het beste willen voor Suriname en alle Surinamers. Naar ons inziens is een nieuwe politieke partij met nieuwe politieke leiders de enige oplossing. Voorwaarden: geen besmettelijke relaties met de oude politiek. Men zegt altijd, wie met pek omgaat, gaat ermee besmet. Dus we moeten ons huis schoon houden. Een hoge mate van integriteit, want dat is iets wat we in Suriname nog nooit gekend hebben. Transparantie en aansprakelijkheid, want wat ik u in de voorgaande slides heb gezien, ze zijn transparant, maar het is equal to fake news. Het is niet echt. Ze liegen ons constant voor. Ingebouwde controlemechanismes, zodat iedereen gecontroleerd wordt, van de president tot de ministers tot de DNA-leden. En als je niet voldoet aan de gestelde eisen, dat men jou daar aansprakelijk voor kan stellen. Dat is onder andere waar Stree voor staat. En uitvoering van een masterplan door vakdeskundigen. Gelukkig heeft Stree al enkele deskundigen in huis die meehelpen denken. Dus ik vraag vandaag bij deze, wees niet bang. We kunnen het samen. We gaan het ook samen doen. Maar u moet niet bang zijn om iets nieuws te proberen. Dus ik vraag u allen, degenen die kijken, het volk. Ik nodig u uit om over uw angst heen te stappen en met ons mee te gaan. Strede voor Stree, wie nog afreden. Neus geeft verder aan dat Stree zeker zal meedoen aan de verkiezingen in 2020. Ze verwacht dat tegen die tijd de partij aan alle voorwaarden zal hebben voldaan, zoals het halen van 3.500 handtekeningen. Bestuurslid Priscilla Douza, die uit de NDP is gestapt, bracht op haar eigen wijze de visie van Stree naar voren. En jullie regering, noemt die wat abnormaal koe. In die wat normaal, want zodat die abbeleefie nego om een poer gewoon. Want het beleid is om lembolisering moro. Lembolisering, want dat je alles dat krom is recht praten. Om doe moro. Het beleid is poriba. En dat ook kan zo men zeggen, akaba, bombolom. En isabi, ook kan op een partij hier en daar en overal door sample analyse en natrobi. Stree naar een alternatief. Na de woorden die zien, die want te moeder. Zijn excellentie, Desiree Delano Bouterse, a.k.a. Bouta, a.k.a. Bouterse, a.k.a. Baas, a.k.a. Bevel, a.k.a. Pres, taki de stukken voor Stree, teken ding, want strijden voor Stree, you know who's Freddy. De duidelijke boodschap van Stree bestuurslid Douza, vandaag op de communicatiedag van de beweging in het La La Roek gebouw. Stree heeft volgens de oprichters op dit moment geen geld in kas, maar er zijn veel personen in de gemeenschap die hun nu al ondersteunen met donaties.